Nou, ik wil toch wel nog graag een punt van orde maken. Dat mag. Want ik heb hier heel veel moeite mee. Want ik vind dat meneer Diepenveen, mijn collega, die komt hier met een net betoog. We hebben eerder gezien, twee weken geleden, het is de vader van de jongen die hem in de politieke arena plaatst. Nee, met ook, medeweten nee, van... Nee, ook nu, ook nu. Voorzitter, wij voeren hier, ik vind dat wij op een normale manier hier trachten het debat te voeren. Zeker ons dat wordt laatste. Ons wordt de mond gesnoerd. Er zijn geen onbetamelijkheden genoemd. Waar staat in het reglement van orde dat we bijvoorbeeld niet een naam mogen noemen? Waar staat dat? Andere statenleden die hier zitten hebben de naam genoemd vandaag. Ja. Het lijkt wel een soort Voldemort. Hij die niet genoemd mag worden. Tenminste alleen niet door de PVV. Okay, maar klaar. Andere statenleden mogen het wel. En als wij hier dus niet op een normale manier een debat gaan voeren, dan vraag ik me af waarom we hier nog een vergadering houden. Dus het is klaar. Einde oefening. Het debat is gesloten. Ik sluit hier mij. Dus dit agendapunt. En dat is mijn recht om dat te doen. Ik mag een punt van orde maken, voorzitter. Ik mag een punt van orde vragen. En dan wil ik de statenleden, ik wil een hoofdelijke stemming hebben over het punt. Wil men nu wel of niet het debat voeren, agendapunt 6a? Nee. Jawel, ik heb dat recht om een hoofdelijke stemming over dit punt. Dat recht heb ik, dat staat in het reglement van orde. En dan kunt u mij niet ontnemen. Nou, om het agendapunt weer op te voeren, agendapunt 6a. Het debatverzoek van de PVV zijn 9 stemmen en tegen voor... En 44 tegen, dat betekent dat het agendapunt niet wordt opgevoerd. Dus hiermee agendapunt 6a besproken.